video. Wow. Er zat van alles in mijn keelgat natuurlijk. Dit is weer een kruidvat video. Woe, zoals jullie kunnen zien. Maar ik heb te veel kruidvatpost om in één video te laten zien. Dus het worden heel veel video's gespreid. Dit is part nummer 1. Dat is dus dan ook gelijk deel 1 van de Marvel Pops. Want daar heb ik er ook een aantal van. Dan ga ik in twee delen opsplitsen, anders wordt de video te lang. En de eerste gaat over dezelfde film. Ja, dit zijn alle drie pops van dezelfde film. Van dezelfde Marvel film, dus dat is wel heel tof. En eentje daarvan heb ik met behulp van Pokeboy26. Die zei, die hebben we hier, wil je hem? Ik vond heel graag, maar bij mij hebben ze die niet. Ik begin daar ook al meteen mee. Ik had net ergens een pasje liggen. Ja, hier. Het is van Captain Marvel. Yes, nog meer Captain Marvel pops. Daar worden we blij van. En dit is Captain Marvel. Haarzelf. En dit is... Wat staat er nog bij? Captain Marvel met het broodrammeltje. Waar de Tesseract in zit. En hij is glow in the dark. Oh. Dus dat was super tof. En die had ik nog niet. En hij was hier ook nergens te vinden. Dus ik ben wel heel blij dat hij hem heeft voor me kunnen vinden. Dit is de hele set. En ik ga het even voorlezen. We hebben Captain Marvel. Volgens mij heb ik die nog niet op die manier. Goose the Cat heb ik ook nog niet. Furs heb ik volgens mij wel. Nick Fury heb ik. Yon Rock. Die heb ik hier. Maria Rambo, die heb ik ook nog niet. Talos, Captain Marvel dus als deze. En dan Goose Flerken. Alleen, deze komt uit dezelfde serie. Deze Captain Marvel, alleen die staat er niet op. Want hier heet ze ook echt al Captain Marvel. Dus die laat ik straks ook nog even dichterbij zien. We hebben hier dus Captain Marvel met het broodrommeltje. Die ga ik openmaken. Agressie! Ik ben best wel benieuwd wat er dan glowt in the dark. Ik hoop de Tesseract, dat zou echt tof zijn. Ze is tot nu toe wel echt super awesome. Oeh, en dan de juiste outfitkleur. Hij is super. Zij is super tof. En we gaan even de details bekijken, jongens. Wat kunnen dan? Kunnen. Is dat een woord? Nee. Maar look at this! She's so pretty! En broodrommeltjes open. Je ziet ook echt de Tesseract zitten. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het zit er. De outfits, details zijn geweldig. De kleuren zijn prachtig. De haar wappert mooi. En ze is gewoon prachtig. Oh my god! Ze is echt super tof. En natuurlijk een bobblehead. Dus ze bobbelt lekker mee. Ja, ze is super tof. Ik vind haar echt super gaaf. En ik ben er heel blij mee. En ik... Oh, ze staat alleen een klein beetje naar voren gebogen. Maar dat maakt niet uit. Maakt het spannender ofzo. Even aan de kant leggen dit hoor. Dus daar hebben we Captain Marvel. Gaan we dan meteen door naar de andere Captain Marvel. Ik lees niet nog een keer de achterkant voor, want het is precies hetzelfde. Het is niet alleen dezelfde film, maar ook gewoon uit dezelfde set. En hier heeft ze zeg maar de outfit aan, maar dan in een andere kleur. Op dat moment dat ze de outfit een nieuwe kleur geven. Want ja, hè, die groene outfit kleur, die doen we niet meer, want dan lijkt ze alsof ze bij de bad guys hoort. Precies, de good girl. She's a superhero. Oh nee, werk mee. Zagen jullie dat ook heel wat uit? What is this? You. Zit goed vast. Nee, ik vind Captain Marvel echt een badass. Ze is echt awesome. Kijk naar de awesomeness. Die kleuren zijn zo gaaf. Bobbelbobbel. We gaan de details weer bekijken. Ik vind die kleuren geweldig. Oh mijn god, ik hou hier wel van die nieuwe kleurtjes. Voor de rest is de vorm en de details van het pak hetzelfde, alleen de kleuren zijn anders. De haar is gewoon hetzelfde en ze staat echt super stoer en ze is gewoon vet. En... Ik ben heel blij. Ik ga er bij de rest van de Marvel zetten, want ja. Volgens mij heb ik best wel veel Captain Marvel. Ze staat alleen een klein beetje scheef. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt het spannender. En dan gaan we door naar Yon Rock. En nog een bad guy. Nu heb ik drie bad guys van deze film. Best awesome.
In de tussentijd ga ik nu maar wat praten, want... Maandag is er weer een nieuwe lockdown ingegaan. Very sad, very sad. Er zijn dus heel veel mensen die dus nu niet kunnen werken of weer thuis moeten. Die niet naar school kunnen, dus weer online. Die moeten auto rijden voor lessen, maar dat niet meer kan. Die examens zouden hebben. Ik heb echt medelijden. Ik kan gelukkig gewoon doorwerken, want ik werk op de bloemenafdeling in een supermarkt. En die blijft open. Die moet wel. Maar ik heb ook een tweede baantje op zaterdag in een kledingwinkel. En daar kan ik voorlopig even niet heen, want die moet verplicht dicht. Ik baal echt heel erg. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor iedereen. Maar ik vind wel dat... Dit is mijn mening trouwens. Als je het er niet mee eens bent, mag je het lekker zelf weten. Maar ik wil even mijn mening met jullie delen. Ik vind het goed dat ze dit hebben gedaan. Ik vind het alleen iets te laat. Ik had het eerder bedacht van... Doe het dan eerder. Dat je het misschien wat rustiger hebt rond de kerst. Niet per se... Natuurlijk, iedereen wil de kerst samen vieren. Maar alle bedrijven die dus dicht moesten... Kunnen nu ook niet meer verkopen in de kerstperiode. Waar ze juist het meest zouden verkopen. Ik ben het ermee eens. Ik vind het alleen niet helemaal goed bedacht qua tijd. En tuurlijk, ik snap dat het moet. Want kom op. Nederland, we verpesten het een beetje. En ik probeer zoveel mogelijk me eraan te houden. Ik spreek al bijna met niemand meer af. En als ik het doe, 1 iemand, 1,5 meter. Dat is helemaal niet leuk. En ik wil zo graag een keer shoppen in een grote stad. Dat heb ik al echt van al bijna 1 jaar niet meer gedaan. En ik vind het gewoon zo jammer. En ik heb echt respect voor alle mensen in de zorg. In het ziekenhuis, in de zorg, dingen, alles. Dat we ons zo kunnen helpen. We gaan weer terug naar de Funko. Ik heb mijn mening met jullie gedeeld. Willen jullie je mening ook met mij delen? Laat het hieronder anders even weten. Waarom niet? Het is toch het gesprek van het jaar. We gaan hem uit het plasticje aan. Hij heeft 1 voetje deze keer. Want hij is een man. Volgens, ik weet niet meer wie hij is. Volgens mij is hij degene die ervoor zorgt dat Captain Marvel niet meer weet wie ze... Dat hij haar, zeg maar, de slechte... Nee. Haar er niet de waarheid vertelt van wie ze nou is. Dit is hem. Blablabla. Hij bobbelt lekker. En die kleur is best awesome. Dus we gaan de details weer bekijken. Nou, hij bobbelt lekker alle kanten op. Hij staat echt van... I'm gonna get ya. Hij is echt dik. Hij is echt breed. Qua echt vorm is hij niet echt mooi, vind ik hoor. Qua, hij heeft wel een mannenvorm, maar niet een mooie mannenvorm. Ik weet niet hoe ik het uitleg. Maar die kleuren en de details van het pak zijn geweldig. Echt super tof. Ja, en die helm die hij op heeft is ook super vet. Ik vind die kleur echt gaaf. Het is een beetje metallic groen lijkt het wel. Ja, ik vind hem gaaf. Ik ben wel blij. En hij mag bij de rest van de Captain Marvel pops. En hij blijft staan. Dat is ook heel fijn. Nu ben ik wel benieuwd naar de waardes. Die ga ik even opzoeken. Laat me weten hoe jullie deze kerstvakantie gaan overleven. Want heel veel, misschien een deel van jullie zou heeft vakantie, kerstvakantie. Ja, ik niet. Ik ben wel gewoon aan het werk. Gelukkig. Maar... Laat weten hoe jullie het gaan spenderen. De dagen die ik vrij ben, ga ik waarschijnlijk of video's maken. Gamen waarschijnlijk. Heel veel gamen. En set zijn. Yep. Ik moet ze helaas overtypen, want er zit een sticker aan de onderkant. En zoals ik vaker heb gezegd, ik ga ze er niet afpeuteren. Captain Marvel. Kijk maar. Nee, die is het niet. Die is het ook niet. Heb ik die al? Ah. Ik dacht dat ik Furze had. Wacht. Ik heb die helemaal niet. Ik heb helemaal geen Furze. Hoe kom ik daarbij? Ik heb geen Furze. Ik dacht dat ik er had. Niet dus. Nou, dat is jammer. Verder zoeken maar. Even zien hoor. Goose the Cat. Oh, ik heb haar gevonden. Captain Marvel. Met die mooie neonkleurtjes. Is maar 3 euro waard. Maakt niet uit. Maakt niet uit. 1 euro verlies. Maakt helemaal niet uit. Daar doen we er niet voor. Even kijken of ik die andere Captain Marvel ook meteen kan vinden. Met dat doosje. Er zijn best wel veel Captain Marvel Funko's hoor. Oh, ik heb in ieder geval wel Young Rock gevonden. Dus die meneer, die is ook 3 euro waard. Dus dat schiet ook niet. Ik kan alleen deze nog even niet vinden. Niet met, met het boxje van de Tesseract.
Jezus. Kom eens even tevoorschijn. Oh, daar. Ja, ik heb haar gevonden. Zes uurries. Daar heb ik wel wat uit. Maar dat maakt allemaal niks uit. Ze is super vet. Ik ben weer super blij. En dan ga ik kijken hoeveel vondkoos ik heb. 287. Nou, nog even. We hebben de 300. Nee, dat is wel super tof. En dan bedank jullie voor het kijken. Ik zie jullie bij part 2. Ik weet niet waar ik het neergezet heb. 2. En dan wens ik jullie succes in de coronaperiode met de lockdown. Ik hoop dat iedereen het een beetje volhoudt. Om met z'n allen komen we er wel. Daar hou ik me aan vast. Bye.